straaljager. Ja, top. Oké, als jij die straaljager pakt, pak ik deze. Oh shit, ze worden hier allemaal echt super boos. Oh, hier is Fabel erin. Wij... Ja, ik dus ook. Oh. Kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een goed nieuwe GTA 5 online video. En vandaag extra speciaal, omdat ik het doe met Tuur Granzier van het kanaal Kwartier Granzier. Of ook wel bekend als het broertje van Ties Games. Super tof, ik zal je vertellen hoe het namelijk ging. Ik zag een LSPD VAR video voorbij komen van Tuur. En daar vertelde hij dat hij altijd mijn LSPD VAR video's keek. En daarom dus zelf ook LSPD VAR ging uploaden. En ik vond het super tof om te horen dat hij zo'n trouwe kijker van mij was. En toen vroeg hij of we een keertje samen GTA 5 online gingen opnemen. En wel, hier zijn we vandaag dus met een GTA 5 online video, super leuk. En er komt ook nog een tweede GTA 5 video online. Die komt later online. In ieder geval het linkje van het kanaal van Kwartier Granzier kan je natuurlijk vinden in de beschrijving. En dan wil ik voor nu zeggen, geniet van de video. En vergeet natuurlijk niet alvast dat blauwe duimpje omhoog te doen. Yes, oké, okay, daar zijn we Tuur. Het regent vandaag ook een beetje. Hey, hallo. Kijk, heb je... Staat dat is de oppressor, ja. Ja. Ben je hier eens op geweest? Nee. Het is alleen nu niet echt zo'n handig voertuig, want je kan er maar in je eentje, kan je er maar op. Even kijken hoe we dan gaan. Zullen we gewoon een auto stelen en dan met een auto naar binnen gaan? Ja. Wat is het beste plan? Ik denk het wel, hè? Want kijk, met deze... zo! Nou, jij hebt gelijk een auto gestolen, hartstikke goed. Wacht, wat we ook kunnen doen, is dat jij met deze naar binnen rijdt. En dat ik dan ergens met mijn oppressor op het dak ga landen. Want we moeten inbreken bij de lege basis. Ja, doe dat maar. Zullen we dat eens proberen? Ja. Ja? Oké, okay, top. Oh nee, dan zie ik jou. Dan zie ik jou daar binnen gewoon, ja? Wacht, ik moet wel wapens hebben. Oh ja, dat is waar, wacht. Inderdaad, jij hebt alleen een pistooltje, toch? Ja. Ja, je bent nog niet zo'n hoog level. Oké, okay, wacht eventjes hoor, dan kom ik even terug. Ik ben op hier die brug. Een tussenlanding maken. Ja. Oh, kut. Ja, gaat goed. Oh jeetje, ik ga veel start. 1, 2. Kom ik aan. Ik ga hier op de brug proberen te landen. Oh ja, ik zie je. Hoppa. Oh, hoppakee. Zo, daar zijn we. Goed, welk wapen wil je hebben? Ik heb... Ah, dit is trouwens... Ja, ik geef je wel gewoon de AK. Hier, die is nog goud ook zo. Oh shit. Wat de hel. Wil je die hebben, die gouden AK? Is goed. Oké, okay. Oh, nee, dat is niet de bedoeling. Als het goed is moet ik hier gaan staan en dan zo. Wat doe je dit ook alweer? Kijk hoor. Ik heb het geweten hoe dat moet. Ja, het moet als het goed is. Moet je hem inzoomen en dan op I drukken. Alleen ik stond te ver. Oké, ik ga het nu even proberen hoor. Misschien nu zo. Ja, dit was hem toch? Of niet? Oh nee, nee. Huh? Ik heb hem niet. Nee, hoe druk ik die wapens? Volgens mij was het zo en dan nu op I drukken. Terwijl je inzoomt. Maar wacht, misschien moet ik wat verder weg gaan staan. Ja, ik weet het niet. Nee, ik kan geen wapen voor je droppen, denk ik. Nee, wacht. Nou als ik heel ver wegloop? Nee, dat maakt niet uit. Want ik zou hem als het goed is hier gewoon op de grond moeten kunnen droppen. Maar ik heb elke knop ingedrukt die ik kan indrukken, maar ik kan hem gewoon niet droppen. Het is, ik denk dat ze dat uit hebben gezet of zo, dat je elkaar wapens kan geven. Want normaal is het zo, dan zoom je in en dan klik je op Griekse I op je controller. Dus op dat gele knopje als het ware. En dan drop ik jou een wapen, maar dat kan nu niet. Dus wat we dan even moeten doen... Is dat wij iemand gaan uitschakelen zodat jij een wapen hebt, oké? Okay? Mag ik eens op die motor? Kijk, ja, hoe natuurlijk mag dat. Kijk of het me lukt. Oké, okay, moet je de vleugels wel uitklappen? X is dat, hè? Ja. Ja, oké, okay, succes. En hoe boost je? Met E. E. Maar ik zit op een PlayStation controller. Oh, dan met de linker stick indrukken. Oh, oké. Ja? Ja. Oké, okay, succes. Oh jee. Pas op! Kom nee. Naar mij toe weer! Gaat het goed komen of gaat hij kapot? Nee, ik ben levend. Oké, okay, waar is de motor? Waar is de motor nu? Jij oh ja, ik zie je. Ja, je bent. Oh jee, what the fuck? Ja, dit is best wel goed voor de eerste keer vliegen, Teun. En even landen. Ja, tuur. Oh ja. Oké, okay, ik kom goed zo. Oh, is. Ik zag het. Ja, is het gelukt of niet? Ja. Kom de motor ligt op de kop hier. Je komt de motor ligt op de kop. Oké, wacht even. Dus dan kom ik je even helpen. Het is best leuk, hè, zo'n oppressor. Ja. Die waren wel echt heel erg duur. Ik weet nog wel hoeveel kost die ongeveer. Volgens mij was het iets van 5 miljoen zonder korting. En met korting was het iets van 3,6 miljoen of zo. Zo. Ja, bizar, hè?
Ja. Oké, goed. Wat we gaan proberen dan? Hij ligt heel mooi. Oh jee. Kan ik hem wegkrijgen? Ja, dat is het gewoon. Oké, ik ga even op het dak landen daar. Dan schiet ik die gast die bij de poort staat. Want die gaat waarschijnlijk daar bij de poort staan. Die wacht op jou. Ja. Die schiet ik dood. En dan, kan jij zijn wapen pakken. Ja. Dat is een goeie. Maar ik heb mijn wapen vast. Ja, maar je hebt een pistool toch, of niet? Ja. Of heb je nog meer? Okay. Oh ja, dat wapen van hem kan ik pakken. Ja, dat bedoelde ik inderdaad, ja. Ja. Okay, ik ben take out the informant. Oh jee, waar is die informant? Oh shit! Nee, hij gaat er vandoor, de vliegtuig. Kak. Tuur. Ja? Onze objective, die zit in een vliegtuig. Oké, ik rijd gewoon door. Wacht, wat ik doe... Poort kan open. Ja, rij inderdaad maar gewoon door. We stelen wel een straaljager, ja? Ik heb 1 ster. Ja, ik zie je rijden. Oké, wacht, we moeten zo snel mogelijk een straaljager zien, die attentuur. Want anders gaat het niet goed komen. Hopelijk staan die hier. Moeten we zeg maar, alsjeblieft neerknallen of zo? Yes. Ja, inderdaad. Ja, klopt inderdaad. Ik heb nu een straaljager. Tenminste, die staat hier. Dus als je naar mij toe komt, kan je er ook eentje pakken. Ik klim alleen maar over die raket heen. Het schiet natuurlijk niet op. Stap nou eens in die... Oh, mijn god. Stap nou in die... Ja, ik zit achter je. Ja, top. Oké, als jij die straaljager gepakt, pak ik deze. Oh, shit. Ze worden hier allemaal echt super boos. Oh, 4 sterren opeens. Wij... Ja, ik dus ook. Oh. En mijn straaljager is bijna kapot. Maar maakt niet uit. Zolang we die gast maar gewoon kapot schieten, die informant, dan komt het goed, oké? Ja, ik ben opgestegen. Die moet kapot. Ik ben opgestegen. Wat zeg je? Ja, ik ook. Maar mijn straaljager is wel bijna stuk. Meende niet. Tenminste, hij begint een beetje te roken, omdat ik net echt vol bekogeld werd. Maar dat maakt niet uit, we gaan hem pakken, die gozer. Hoe doe je van wapen switchen? Met X. X. Met vierkantje, ja, vierkantje. Ja. Oké, let's go. Waar is die gast? Hij vliegt hier volgens mij ergens boven, ja, ik weet wel zeker. Dat hij best wel hoog is gaan vliegen, want het is zo'n groot vliegtuig. Dus meestal gaan die heel erg hoog, vliegen. Ja, maar wij zijn sneller dan zo'n groot vliegtuig. Ja, klopt inderdaad. Dus we moeten hem gewoon kunnen pakken. Dat moet gewoon helemaal goed komen. Nu is het enig even de vraag, waar vliegt hij precies? En als we dat weten, dan kunnen we hem uitschakelen. Want die informant, die moet dus dood. Ik dacht dat we moesten bevrijden, die informant. Maar blijkbaar moeten we hem gewoon vermoorden. Ik zie allemaal raketten om me heen of zo. Ja, word je beschoten? Ja, volgens mij. Oh jee. Het vliegtuig is wel erg ver al, Tuur. Ik weet niet of we nog in de buurt gaan komen eigenlijk. Even kijken hoor. Gewoon proberen. Ja, precies. Ik kom wel in de buurt, maar hij is wel echt heel erg ver weg al. Ik heb het vliegtuig in zicht. Ik ben vlak bij jou. Ja, ik zie jou vliegen. Oké. Ik ga alvast de raket op hem schieten. Oh ja, ik zie hem ook. Daar zie je hem? Ja, dat is echt zo'n cargo plane of zo. Precies, ja, die moeten we echt iets zo, die is kapot. Ah, hij is stuk. Oké, nu moeten we terug. Ja. Ja, we hebben nog politie achter ons aan. We were too late, my friend has talked. Stop the DA, delivering his test. Oh, shit. Hij heeft al informatie vrijgegeven, die gozer. Oh, ik ben bijna bij nu... hem. Ja, we moeten nu de DA moeten we vernietigen ofzo. Hij heeft de informatie bij zich. Dus Tuur, vind ik een mooi klusje voor jou. Jij bent dichter in de buurt. Schakel hem uit. Oké? Okay. Hey, helikopter. Die mag ook wel even kapot. 1, 2. Net over mij. Oké, let's go. Hij vliegt volgens mij ergens in de stad, die gozer. Heb je dat goed? Oeh, het is echt een heel erg lang stuk vliegen. Maar dat maakt niet uit. Komen er wel. Mijn straaljager begint steeds meer te roken. Mijn rookt maar, helemaal niet. Nee, die van jou doet het nog perfect? Ja. Ja, nice. Ja, kijk, weet je wat het was? Toen ik zeg maar in mijn straaljager stapte, ben ik gelijk echt vol beschoten. Dus toen schoot ze ook op mijn straaljager. Dus daarom kreeg ik daar wat damage van. En op een gegeven moment dan wordt dat roken, dat wordt vuur. En dan kan je er niet meer mee vliegen. Tot die tijd blijf ik gewoon lekker mee vliegen. Heb je ook politie achter, ja? Ja, 4 sterren. Ja, ik maar 1. jij hebt het bonter gemaakt dan ik, Tuur. Jij hebt 4 sterren. Ja, maar ik kreeg opeens 4 sterren. Ja, echt? Ja. Nou, ze mogen mij gewoon meer dan dat ze jou mogen opwegen.
basis. Wat is big? Jij hebt al vaker slechte dingen gedaan. Oké, je moet hem kapot schieten, tuur. Ja, maar wat is B? Wat is B? Dan ga je op hem blokken, zeg maar. Ja, maar... Schiet jij deze kapot? Ja, maar... ik heb een PlayStation controller. Oké, wacht. Met vierkantje, dan doe je je raketten. Ja, die moet je hebben op missiles. Ja, die heb ik. En dan met kruisje, is dat volgens mij op de PlayStation, daarmee schiet je. Ja. Ik heb hem. Oké, top. Nu moet jij hem dus eventjes zien te knallen. Knal hem kapot, die gast. Hij rijdt hier. Ja, ik doe zie even hem? Een looping. Ja, oké. Kijk wat ik ook kan doen. Is dat ik even vanaf de andere kant aankom. Vliegen, zo. Hoppakee. Ja, ik heb hem nu in het zicht. Ja, hij rijdt met allemaal politie om zich heen. Als ik hem moet uitschakelen, moet je het zeggen, hè. Als het niet lukt, dan doe ik het. Yo. Hoppakee. Zo, ik schakel gewoon een beetje eromheen. Schakel ook wat mensen uit. Oppassen dat we niet te veel burgers killen. Te veel onschuldige mensen. Oké, neem wel mee. Ja, ik wil hem nu raken. Hij rijdt in een grote limousine, lijkt het wel. Oké, tuur, nu moet je schieten. Ram hem kapot. Oeh. Want je hebt ook dat lock, hè? Heb je dat ook? Of niet? Ja, ik heb die homing missiles. Ja, precies. Ja, die moet je op hem gaan schieten. Oké? Okay? Ja. Want dan is het makkelijkste. Kijk, wacht. Zal ik anders één raket op hem schieten met die homing missile? Ja, dat is goed. Oké. Want ik zie niet precies waar die is. Oké. Dan hebben we dat lastig. Zo, hij is kapot. Yes. Oké, kom, kom, we springen eruit, ja? Ja, maar ik heb geen parachute. Okay. Ja, die heb je automatisch, als je in de straaljager zit. Oh ja. Zie je? Ja. Oké, top. Als je nu naar mij toe vliegt, dan pakken we de briefcase. Dus dat is waarschijnlijk het koffertje of zo, waarin al die informatie staat, die niet naar buiten mag komen. En die moeten wij waarschijnlijk dan meenemen naar Madrazo. Dat was onze opdrachtgever, Madrazo of zo. Dus die moeten we dat koffertje gaan geven, heb ik zo vermoed. Yay! Nee, tuur, je bent... Oh, shit! Oh, nou, ik vloog tegen een lantaarnpaal. Ik heb hem. Kijk, heel goed. Kijk, dit was de limousine waar hij in zat, zie je dat? Ja. Dit was zijn limo, maar die is nu een beetje kapot gegaan, zeg maar. Ja. Hey, moeten we even een auto stelen? Zo, deze vind ik wel mooi. Hey, jij mag niks weten. Sterf. Zo. Zo mag niet weten. Ja, de persoon... Anders had ze aangifte gedaan, weet je wel. Dan kwamen we weer in de problemen. Oh, nu zijn we al helemaal in het probleem, want we hebben politie achter ons aan. Sorry, Turk. Sorry. Even kijken, waar gaan we heen? We moeten de politie even kwijtraken. En stop maar één ster, dat is makkelijk. Ja, dat is waar. We kunnen hier het dak op. Ah, fuck dat. Een motor! Oh, shit. Wat? Oh ja, inderdaad. Kom, let's go. Top. Als het goed is, kan je achterop, of niet? Kan je niet bij deze achterop? Ja! Nice. Let's go. Net voor de politiewagen op de min. Oh. Auw. Ja, ik had hetzelfde. dat was een stoepje of zo. Mag ik rijden? Dat was een bankje. Ja, jij mag rijden. Zeker weten. Dat was een bankje of zo, hè? Ja, top. Ik wou ook even hier, want dan want we hebben de politie. Ja, dan raken we de politie kwijt. Ja, precies. Hier kan je ook nog eventueel omhoog staan. Dus je hebt een soort van metrostop of zo. Yeah. Ach, pas op. De politie komt nu achter ons. Zien ze ons of zien ze ons niet? Ik denk voor zover niet. Yay! Ja, heel goed gedaan natuurlijk. Oké, nu moeten we naar Martin rijden. Nou, goed. We zeggen let's go. Ik ben trouwens benieuwd. Kan ik nu mijn Pegasus bellen? Want als dat kan, dan kan ik een veel leuker vervoertje regelen naar Madrazo. Het ligt er eventjes aan of het kan. Laten we dat even proberen. Ja, het kan. Oh, dat is nice. Wacht even, dan doen we het... Mag ik even hier? Ja, is goed. Oké, dan mag je hier naartoe rijden. Ik ga een waypoint zetten. Oké. Even kijken hoor. Die. Zo. Oké. Maar dat is trouwens wel een heel groot stuk rijden. Nou ja, valt die niet. Valt best wel mee trouwens. Moeten we daar het dak op klimmen. En dan heb ik een leuk dingetje klaarstaan voor ons. Het is geen vliegtuig, tuur, maar... Een helikopter. Heel goed, juist. En die heeft ook raketten en zo. Ja, kijk, niet dat we er nu heel veel aan hebben, maar ik vond op een motor naar huis gaan. Ik moet raden welke. Die met die gele strepen en die zwarte. Nee.
Want die hebben ook zo'n raketten. Het is geel en zwart. Oh, trouwens, ja, hij heeft wel geel met zwart. Ja, dat was me nog nooit opgevallen. Gele strepen? Ja, soort van, ja. Het is een buzzard. Ken je die? Deze. Hier, hoppakee. Dan kan jij ook de raketten besturen als jij naast me gaat zitten. Ja. Wel een beetje mee oppassen, want anders hebben we weer politie achter ons aan. Als het goed is, kan jij nu op een knopje drukken. Ik weet even niet meer welke dat is. Maar dan kan jij mijn raketten overnemen. Noes rocket launcher, ja. Ja, nu kan jij... Oh, shit. Wat? Oké. Ja, je schiet nu raketten af. Wat? Ja, jij schiet nu raketten. Hier, kijk, zie je, we hebben nu weer politie. Oh, jee. Dat ging maar net langs. Hoe kom ik hieruit? Oh, ja, gewoon dit. Ja, zo. Ja. Kijk, hartstikke goed. Oké, we zijn volgens mij al in de buurt. Dus we moeten letterlijk even dat koffertje brengen bij Martin. En volgens mij zit de missie er dan op. Dus op zich was het niet zo heel moeilijk. We hebben een vliegtuig uit de lucht geschoten. Vervolgens moesten we achter iemand aan die een koffer had. Want daar zit belangrijke informatie in. En die koffer moeten we nu weer terugbrengen. Ja. Alleen twee keer onderweg hadden we al politie weer achter ons aan. Dus het is even wat langer gaan duren dan verwacht. De zon gaat alweer helemaal onder. Het wordt alweer avond. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom dat het gelukt is. En uit... ervaring op GTA kan ik je vertellen dat hier ergens zou moeten zijn zijn huis, maar ik weet niet precies welke. Het is hier ergens, dat weet ik zeker. Ja, hier. Ja, volgens mij. Ja, die heeft zo'n dikke villa. Volgens mij is dit hem. Ja. Ik weet bijna 100% zeker dat dit het huis is van Martin Madrazo. Let op. Let op. Zodra we de politie kwijt zijn, hebben we ook gelijk de missie voltooid. Ja, zie je? Zie je, hier is het. Nice. Let's go. Waar moeten we staan? Hè? Huh? Het spel begrijpt volgens mij niet helemaal al dat wij er nu al zijn. Ik heb de politie nog niet kwijt. Oh, dat is het. Hoe kan dat dan? Geen idee. Wacht, kom. Ja, nu zijn we ze kwijt, toch? Ja. Top. Oké, hier moeten we heen. En... lukt het nu? Ja. Hallo? Ja. Spel. Ja! Zo, hij moest er even over nadenken, maar het is gelukt, hoor. Helemaal goed. Zo, hier, kijk, daar hebben we Martin Madrazo. Hier, alsjeblieft, hier heb je je pakket. Wat is het eigenlijk? Ja, een envelop of zo. Ja. Okay. Top, wij hebben even zijn werkje opgeknapt, hier. Gedaan. Hoppakee, krijgen wij weer betaald, hè? Krijgen wij weer lekker GTA geld erbij. Nog wat jobpoints erbij. Hartstikke goed. Zo, gewoon 19.000, hè? Ja, dat is toch best veel? Ja, zeker veel. En rank up. Ja, ben je weer level up? Ja. Level 12 ben je nu, kijk eens aan. Top. Goed beste kijkers, tot zover de GTA 5 online video met Turk van Kwartier Grancier. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Dus ja, vergeet natuurlijk niet eventjes dat blauwe duimpje omhoog te doen, mocht je dat niet gedaan hebben. Abonneer zeker ook eventjes op mijn kanaal en dus op Tuur. Linkje in de beschrijving. En check je me al te graag weer bij een nieuwe video morgen om 4:30. Laters!